Vrachtwagen raakt plafond van Zeeburgertunnel. Een te hoge vrachtwagen heeft woensdagochtend het plafond van de Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam geramd. Het plafond van de tunnel is zwaar beschadigd en hangt deels op het wegdek. De tunnelbuis in zuidelijke richting is dicht, verkeer wordt omgeleid via de Koentunnel, meldt de ANWB. Dit kan nog wel tot in de middag duren. Het ongeluk gebeurde tegen 10 uur. In de eerste instantie werd de gehele tunnel afgesloten, maar na inspectie is de weg deels vrijgegeven. De oplegger had een container als lading. Die is eraf gevallen en ligt nog in de tunnel.